De medecommentator die hem straks weer over gaat nemen als hij uitgeheigd is van zijn Denemarkse promotieklasse heren. En hij heeft nog Ruben Mars voor zich daar op positie nummer 1. Maar hier rijden we nog meer mee. We zien dat Putten rijden met Oscar van Hemel. Hij gaat ook goed puntjes pakken. En 8 zijn er dat volgens mij voor hem. Achter Kenneth Pinkster dus en achter Mars. Laatste groepje promotieklasse hier en van race nummer 15. Jumping High daar, Paul van der Leij. Hij is natuurlijk ook de verdedigend kampioen in deze categorie. Neemt Joel Baros mee, Erik Achterkamp mee, Arjen van Grinsven komt eraan. En de man uit Nederland is hier, Frank Dollevoet. Dat zijn de 5 rijders en we gaan van 1 van deze rijders afscheid nemen. En dan gaan we dus maar liefst een kwartfinale rijden met zekere weten erbij. Paul van der Leij. Ik mis wel een beetje die roze handschoenen trouwens. Gaan we door naar de volgende groep, misschien is die dan wel heel lang weer niet. We kijken in ieder geval naar de jongens van Boersma, die in de eerste marge ook al zo sterk was. Rijdend op positie nummer 1, die kan hij meenemen. Oh, daar komt Edensvaart even aan, hè. Buitenom binnendoor, Rood Dinnik gaat daar doorstuiven naar positie nummer 2. En die gaat dan aan Jasper Mullink voorbij. En dan kan hij zich ook op gaan maken voor een halve finale. Want er gaan er 5 door in deze groep. 2 rijders, daar moeten we afscheid van gaan nemen. En we gaan ook eventjes nog wat verder naar achteren kijken. Want we willen ook weten wie we nog meer mee kunnen nemen. Jarno Jansen. Een belangrijke 5e plek voor hem. Maar er kan nog wel eens een aanvalletje gaan komen. Hij gaat er ook gewoon komen hoor. Het is daar nog Brugman die daar een aanval doet. En hij komt denk ik net een metertje tekort daar op de finish. Ten koste van Jarno Jansen. Die Bolster kwam net even een half metertje tekort om een aanval te wagen daar helemaal vooraan. Want de man uit Nederland is hier de snelste, Max van Dinter. En hij neemt dan Thijs Fies met zich mee daar op positie nummer 2. Bolster nog steeds op 3. En we zien een gouden mozen aankomen, Felix Otten. Hij zit er goed bij hoor, op een 4e positie. 6 rijders door in deze categorie, maar liefst bij de 9-jarige heren. En ook hier hebben we een quarterfinal. 51, we zien Donnie nog aansluiten als ik het goed zie. Danny Vudding, de man van FCC De Vaart. En ook die derde positie gaat dan naar Nieland. Wij kijken dan naar Kuntje Dollevoet, Koen Dollevoet. 5 rijders, maar die door naar de halve finale. En dan ziet het er goed uit voor de man in het geel. En meestal als we het over geel hebben, hebben we het over de mannen uit Raalte. En dat zou dan nummer moeten zijn van Dorne Mateman. Ladies Racing 12-13, we kijken naar een dame die wordt bij de top 5 van de wereld. Helemaal uit Groningen daar, absoluut het grootste dames talent daar aanwezig. En dat is Wieske Bruma, Frits BMX Racing daar op positie nummer 1. En om aan te geven hoe goed ze is, kijk naar die tweede dame, Michelle Laponder. Ook zij zat bij die top van Nederland afgelopen jaar. Nog na dat Europese kampioenschap heeft daar volgens mij halve of finale zelfs gehaald. Maar hoe moet ze toch de winst laten aan Wieske Bruma? Wij gaan zoeken wie de dame met de lange haren is. Is dat Esme van de Naald? Nee, die zien we op een 4e plek zitten. Dat lijkt me door Hoepers, maar die hebben die op mijn lijstje staan. René Planting, Jan Hooghakker, Lisa de Jong, Roos Habers, Lucinda Tuithof is dat natuurlijk de dame uit Apeldoorn. En Anja Jacob, zij zijn gestart. Het is Gronkum daar op een 2e positie. En we krijgen nog meer dames van de Loksprinters Nijveld naar Ammerzoden, Brabant. Anja Jacobs, zij gaat met Lagrine Huis. Pinkstreek, hij is helemaal weer terug naar die paar jaar dat hij er tussenuit geweest is. Hij zit hier op de koppositie. New bike voor hem natuurlijk ook. Geef hem even compliment als je langs loopt. Hij heeft wel gewerkt. Hij zit op plaats nummer 1, gevolgd door Tom Kuiper. We gaan naar Hoogland en de man uit Geldermalsen is Stefan Vellner. Nog 2 races te gaan, dan gaan we naar de kwartfinale. Jeffrey Koendering, plaat nummer 3-1. Ik zei het al in marge nummer 1. We zijn heel benieuwd wat deze man kan doen in de finale. Vincent Huisjes, zijn doelen gehaald dit jaar. Halve finale wereldkampioenschap op de cruiser. Kwartfinale op de kleine. Hij ging lang mee op het Europese kampioenschap in Orléans in die sportklasse. En hier ook op zijn thuisbaan natuurlijk gaat hij een voordoen naar het Zalands kampioenschap. Vincent Huisjes op 1, Jeffrey Koendering op 2. En dan gaan we naar een CRT-route met Hessel Thijssen.